Na twee thuisnederlagen op rij in de keukenkampioendivisie hield NEC zondag eindelijk weer de punten in eigen huis. Trainer Jack de Gier is tevreden over het resultaat van afgelopen weekend. Ja, drie punten zijn altijd fijn. Of dat het nou uit of thuis is, dat maakt voor mij geen verschil. Het ging niet van harte, hè? Ja, weet je, daar kunnen we steeds de vinger op leggen dat het niet van harte gaat. Ja, dat we nog niet de juiste vorm hebben, dat is duidelijk. Maar voor mij is het belangrijk om drie punten te halen. Dat is gelukt inderdaad, tegen Jong AZ. Dan moet je gelijk weer naar een jong team, Jong Ajax. Heb je al een beetje de spelers erop gewezen dat die sfeer daar misschien niet heel gemoedelijk is voor een goede, leuke wedstrijd? Ja, de spelers weten wat ze op de toekomst kunnen verwachten. Wij richten ons op het voetbal. En wij moeten gewoon zorgen dat we dat voor elkaar hebben. En weet je, het is nou eenmaal zo dat er spelers of teams in de competitie zitten. Zoals Jong Ajax, Jong Utrecht, PSV en AZ. Ja, en dat we moeten spelen op de toekomst. Ja, het zij zo. Het gaat mij om wat er tussen de lijnen gebeurt. Ja, daar heb je nogal wat problemen. Althans, je moet een beetje kiezen. Je begon tegen Jong AZ weer met drie echte middenvelders. En pas toen Adjeba erbij kwam, werd er ook gescoord. Dus weet jij al een beetje met welke die twee systemen waar je voorkeur naar uitgaat? Het zijn geen twee verschillende systemen. Het zijn verschillende spelers die op die positie komen. Ik heb dat vanochtend ook al ergens teruggelezen, dat ze twee spelers gaan vergelijken die gewoon niet te vergelijken zijn. Dus dat gaat bij mij niet op. Het systeem blijft hetzelfde, alleen ander soort speler. Zijn er blessures en schorsingen die onverwacht zijn of heb je een vrij fitte selectie? We hebben alles fit, ja. Buiten Norbert en Randy is alles fit en kan alles mee naar Amsterdam. Dan naar Jong Ajax, dat was vorig jaar de kampioen. Die lijken iets minder, althans staan volgens mij nog onder ons 9e of 10e. Hoe kijk je tegen zo'n ploeg aan? Ja, talentvol speelwijze. Ajax is bekend. Je weet ook hoe hun het qua voetbal invullen. En wij moeten zorgen dat we daar als mannen tegenover staan. En dan hou ik de wedstrijd tegen AZ de tweede helft voor ogen. Dat je in ieder geval de duels gaat winnen. En vanuit die situatie in de wedstrijd komt en blijft. Vrijdag 9 november op de Toekomst in Amsterdam. Jong Ajax NEC.